Een hele goedenavond. Mijn naam is Roel van Blokland en ik drink nog wel eens een biertje. Nou, ik ga vanavond even bespreken een vrij uniek bier. Het is Tournée Générale, Triple Hop. En dan zou ik eventjes beginnen met het verhaal achter het bier. Het is genoemd naar een Belgisch televisieprogramma, Tournée Générale. Dat wordt gepresenteerd door een Sjaan Blauwte. Dat is een Belgisch acteur. Heel veel op de Belgische televisie dan natuurlijk, op Canvas, op 1. En Ray Cokes, een oud-presentator van MTV. Nou, dan zal ik eventjes iets over het programma vertellen. Ze rijden met z'n tweeën in een Volkswagenbus, rijden ze door heel België heen. Proeven, analyseren en testen hun eigen bieren. Maar wel met als doelstelling om aan het einde ook even hun eigen bier te gaan maken. Nou, de website van Tournée Générale, die zet ik nu eventjes hieronder in beeld. Met erachteraan eventjes een paar links naar filmpjes op YouTube. Waarbij ze dus zeg maar in het proces zitten van het brouwen van het Tournée Générale bier. Nou, wat is er zo uniek aan? Nou, het eerste, er zitten drie soorten hop in. Meestal wordt er bij bier maar twee soorten hop gebruikt. Op zich is dat niet echt nieuw. Duvel heeft ook al een triple hop versie. Alleen wat hier nou gebeurt is, de derde hop wordt pas later toegevoegd aan het bier. Tijdens het brouwen, tijdens het koken van de hop in het water, waarbij je dus zeg maar echt het bier gaat maken, worden er twee hoppen aan toegevoegd. En pas later, tijdens het gisten, wordt pas de derde hop eraan toegevoegd. Dus dit komt pas op een later moment in het bier. Dit is een proces dat heet in de brouwerswereld dry hopping. En ja, zij zijn zeg maar echt een van de weinigen, misschien zelfs wel de eerste die dan op deze manier een derde hop toevoegen en proberen dus zo hun bier een eigen unieke karakter, een eigen unieke smaak te geven. Nou, zoals ik al zei, er worden drie soorten hop geproduceerd of gebruikt. Ten eerste is er standaard de Magnum hop. Die geeft de standaard bitterheid eraan. Er wordt ook toegevoegd een Amarillo hop. Die geeft het een zekere citrus smaak, een zekere citrus toets. En tijdens het lagere, dus eigenlijk tijdens het proces van het gisten, wordt een cascade hop toegevoegd. Dit kookt niet mee en ja, dat geeft een beetje een combinatie van een citrus en pompelmoes smaak. Nou, als dat allemaal gebeurd is en het bier wordt gebotteld, dan blijft het nog 2 weken hergisten op de fles. Dus het blijft altijd ten eerste even 2 weken blijft het staan, voordat het echt helemaal de unieke smaak en de unieke toetsen krijgt. Dat het eenmaal ontwikkeld, om zo maar even te zeggen. Nou, dit bier wordt gebrouwen, even kijken, in de Rodenbach brouwerij van Roegselare. En dit is dan een brouwer van palm. Eigenlijk wat ze gedaan hebben is gewoon, ze zijn naar palm gegaan. Ze hebben gezegd van, joh, ik wil mijn eigen bier maken. Nou, palm heeft gezegd, nou, hier heb je allemaal soorten hop, hier heb je allemaal soorten gist. Ga even bij elkaar een leuke combinatie zoeken. En ja, laat me weten wat jullie gewoon mee naar voren komen. En ja, zodoende zijn ze met die ingrediënten naar voren gekomen. En onder palm wordt het nu ook gemaakt en gebrouwen. Nou goed, het staat er ook vermeld op de fles. Palm Breweries in Steenheuvel. Dat is dan de rest van de palmerij van palm. Maar goed, oorspronkelijk wordt het dus gebrouwen in Rodenbach. Ja, en dat is dus ook onderdeel van palm. Nou, het heeft ook een kurk in plaats van een kroonkurk, in plaats van een dop. Gevoelsmatig is het dan een beetje een champagne effect. Dat je het idee hebt van, joh, ik heb wat speciaals. Er zijn meerdere bieren die het gewoon een grote fles een kurk hebben in plaats van een kroonkurk. Ja, en het heeft voor de rest voor de smaak geen meerwaarde. Het heeft voor de rest weinig uitwerking op het bier. Sterker nog, een kroonkurk is eigenlijk goedkoper. En dit is gewoon eventjes om het gevoelsmatig even te geven van, joh, je hebt toch even iets speciaals in handen. Nou, sinds 2011 is het ook verkrijgbaar in de
Delhaize Supermarkt. Dat is een supermarktketen in België. In Nederland moet je er eventjes echt naar op zoek. Ik heb deze gevonden in een slijterij in Sint-Oederode. Dus vlakbij Eindhoven. Ja, en daar waren ze ook bekend met het programma. Ze hebben zelf ook de beide seizoenen al gekeken. En ze zijn ook bezig met een derde seizoen. Dus binnenkort komt het weer op de Belgische televisie. En ook zij vertelde van ja, het is gewoon erg lekker. Het is gastronomisch. En ja, ik ga hem proberen. Dus we halen even de kurk van de fles. We leggen even het hoedje apart. Ga nou niet als met champagne, wat sommige mensen wel eens doen, lopen schudden, dat die kurk eraf vliegt. Zonder bierverspilling. Oké. Okay. Dat ging vrij simpel, dat ging vrij hard. Mooi geluid. Ook voor dit heb ik er even een glas gepakt met een kelkje, zodat het eventjes weer de goede aroma's weer naar boven haalt. En dat het gewoon weer eventjes ja, goed tot zijn recht komt. Nou, mooi blond bier. Mooie volle schuimkraag. En ik ruik hem nu al, dus hij heeft echt een goed aroma. Ondanks het feit dat ik verkouden ben. U hoort het misschien al aan mijn stem. Ik zou zeggen, ik ruik niet zozeer citrus, maar ik ruik echt een beetje een bananengeur. Echt een beetje een zoete, fruitige geur. Nou, dat wordt op het programma, wordt het ook tijdens het keuren wordt het verteld. Hij ruikt ook erg zoet. En echt fruitig. En ja, wat dat betreft, ik vind het jammer dat ik verkouden ben, dat niet alles eventjes goed doorkomt. Maar mooi blond bier. Ondanks het feit dat het een bier is van lage gisting. Meestal zijn bieren van lage gisting donkerder van kleur. Dus het is echt een heel mooi blond bier. Nou, lekker zoet, lekker fruitig. Ik zeg, ja, net wat ik zeg, er komt echt een beetje bananenaroma tegen. Komt trouwens allemaal door de hop. Er zijn geen bananenextracten of geen bananensmaak of kruiden iets toegevoegd. De smaken komen echt allemaal puur uit de hop. Dus welke hopsoort je ook kiest is echt heel belangrijk voor de smaak. We nemen weer even ijswater. Wat dat betreft, we nemen het echt serieus. Nou, wat ook jammer is, je kan ook zien dat mijn glas niet helemaal vetvrij was. Want de mooie schuimkracht die ik heb, die is ondertussen verdwenen. Dus eigenlijk is het zonde. Ik zal zo meteen ook even een tweede glas van spoelen, kijken of dat een betere schuimkraag blijft zitten. Lekker. Fruitig. Lekker zoet. Je proeft al wel dat er echt een basisbitterheid zit er wel in. Dus het is echt wel ja, niet alleen, maar de zoete en de fruitigheid komt echt naar boven. Dus wat dat betreft, het is echt een echt weer even een genietbiertje, om het zo maar even te zeggen. Ja, je proeft inderdaad wel de standaard bitterheid, maar daarna komen echt gewoon de zoete smaken, de fruitige smaken. Echt van die speciale hop die ze uitgekozen hebben, komt echt gewoon lekker naar voren toe. En het is echt een lekker bier. Ik kan niet anders zeggen. Nou ja, het werd me ook verteld van in de slijterij waar ik geweest ben. Van joh, het is inderdaad ook echt een heel lekker bier. En ik moet zeggen, ze hebben niet ervan gelogen. Het is echt lekker, lekker fruitig, lekker vol. Dus, nou, zoals ik al zei, het wordt sinds 2011 wordt het pas gebrouwen. Dus hij staat niet in de grote bierencyclopedie. Maar goed, hij gaat wel mijn persoonlijke logboekje even in. En nou, hier ga ik even voor zitten. En ja, het is een biertje van 7%. Dus ja, het is niet zo van, joh, we gaan er lekker weer eventjes een paar van achterover gieten. Dit is echt gewoon even weer om lekker van te onthaasten. Nou, ik wens u allen weer een hele fijne avond. Ik zeg weer op uw gezondheid. En volgende keer gaan we echt een Ierse Guinness gaan we uitleggen. Een hele fijne avond. En op uw gezondheid.